gaan weer aanvoerdersbanden uitreiken. En dit keer niet één, maar twee. We reiken ze altijd uit aan mensen die zich in Rotterdam inzetten om een zo inclusief mogelijk sportaanbod aan te bieden. Nou, Ramon Storm is zo iemand. Hij is trainer bij Rotterdam Atletiek en hij werkt bij Rijndam Revalidatie. En die twee brengt hij ook mooi samen bij Rotterdam Atletiek, want hij is onder andere trainer van het Frame Runnings Team. En dat doet hij met zoveel enthousiasme dat hij absoluut de aanvoerdersband verdient. Ramon krijgt de band zo meteen uitgereikt door de voorzitter van Rotterdam Atletiek, Joop van Leersum. Maar wat Joop niet weet, is dat hij zelf ook een aanvoerdersband krijgt. Want ook Joop zet zich in om het sportaanbod bij Rotterdam Atletiek zo inclusief en divers mogelijk te maken. Bijvoorbeeld die framerun trainingen, die vinden gewoon tegelijkertijd plaats tussen alle andere sporters. Nou, dat is een mooi voorbeeld van inclusie, dus krijgt ook hij een aanvoerdersband. De directeur van de Rotterdam Sportsupport, Gert-Jan Lammers, is erbij. Dus we gaan over naar de uitreiking. Ha, beetje onverwachts voor jou, denk ik. Maar ja. We gaan jou even in het zonnetje zetten, Ramon. Oké. Want in Rotterdam hebben ze een mooi principe dat ze hebben een aanvoerdersband. Ja. En die geven ze aan allerlei celebs. En ik mag jou meedelen het heugelijke feit dat jij ook de aanvoerdersband uitgereikt krijgt. Oké. Okay. En dat staat eigenlijk voor inclusiviteit en diversiteit. Nou, bedankt. Ik vind het een eer. Ik zal hem met trots en passie dragen, inderdaad. Was dankjewel. Goed. Maar we zijn hier niet alleen voor jou. Want we gaan ook jou even bijhalen. Oh, terecht. Want Joop, jij hebt een mensenleven hier liggen. Ja, op deze geloof baan. Ik wel. Geloof het wel. Ja. 20 jaar loop je hier rond, vertelde je net. Ja. En als er één voorzitter van deze club in staat is gebleken om zijn vereniging open te stellen voor mensen waar het niet vanzelfsprekend voor is. Ja. Altijd enthousiast om mee te doen en om anderen in staat te stellen mee te doen. Ja. En daardoor eigenlijk de grenzen van dit complex tot in de haarvaten van de wijk verlegd. Dat is wat we graag zien, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Nee. Dat vraagt aanvoerderschap. En laat jij dat nou zijn hier op deze club. Ja. Dus ook jij verdient deze band. Ah, leuk, leuk. Dus ik wil hem ook graag jou. Ja, dubbele verrassing. Ja.